Het is zondag 10 juli 2022 en goed dat je weer kijkt naar Goedemorgen GP-fans. We gaan uitgebreid vooruitblikken op de Grand Prix van deze middag, de GP van Oostenrijk. Gelukkig doe ik dat niet alleen, want we hebben weer een bomvolle tafel. Aan mijn rechterkant GP-fans-redacteuren Brian en Remy. Jongens, goedemorgen. Goedemorgen. Linkerzijde Asian Formule 3-kampioen Joey Alders. En de man die erbij was bij onze debuutuitzending, Bent Fiscaal. Dankjewel. Bent, we beginnen gelijk bij jou, want in de tussentijd is er een heleboel veranderd in je racecarrière. Kun je ons even meenemen wat je precies de laatste weken, maanden allemaal hebt gedaan? Ja, ik rijd nu zeg maar in het Europees kampioenschap LMP2 en ook een paar races in het wereldkampioenschap. Waaronder de 24 uur van Le Mans natuurlijk als hoogtepunt. Dus ja, ik heb me zeker wel vermaakt. Je hebt vorig seizoen Formule 2 gereden. Hoeveel verschil is dat in de wagen, in de tijden die je moet rijden? Nou, het is vooral het verkeer op de baan. Hè. Je rijdt met meerdere klassen op de baan. Dus je hebt gewoon een GT-auto die bijvoorbeeld 10, 15 seconden per rondje langzamer is. En die moet je precies op het juiste moment inhalen, weet je wel, op rechte stuk. Zodat hij er weinig last van heeft, zodat ik er weinig last van heb. Dus ja, dat is wel het grootste verschil. Dacht je van, hey, dit wil ik heel graag doen naar de Formule 2. Hoe is dit op je pad gekomen, überhaupt? Nou, weet je, het doel was eigenlijk om nog een jaar Formule 2 te doen. Alleen ja, door verschillende redenen is dat niet helemaal gelukt. Dus ja, toen was dit absoluut wel de beste keuze die ik had. En die heb ik ook met beide handen aangegrepen. Maar ben je gelukkig? Dat is het. Ja, eigenlijk bevalt me heel erg goed. Beter dan ik ooit had verwacht. Dus ja, weet je, ik ben helemaal blij waar ik nu ben. Je doet het niet alleen, toch, in het team? Nee, je hebt inderdaad ook nog teamgenoten. Dat is ook nieuw natuurlijk, weet je wel. Je moet je auto afstellen, ook samen met het teamgenoot. Normaal gesproken heb je natuurlijk je eigen setup, wat je het fijnste vindt. Maar nu moet je ook nog rekening houden met iemand anders. Dus ja, ik rijd met Sofia Vloers in de ELMS. En in de WEC rijd ik met AC Bratislava, sommige racers, met Kinopka en Tijn van Helm. Dus je rijdt samen met een dame? Ja, ook dat nog, ja. Dus, maar dat is in de Formule-series heb je dat helemaal niet, hè, dat je ook dames gemixt hebt. Dat is hier wel. Heb je wel meerdere dames ook in... Ja, volgens mij wel. Maar ja, ik let er niet echt op, eerlijk gezegd. Rijdt zij jou eruit? Nee, natuurlijk niet. Nee. Het zou wel heel pijnlijk zijn, hè? Nee. En hoe gaat het tot nu toe in die klasse? Ja, eigenlijk wel hartstikke goed. De eerste race hadden we natuurlijk meteen een tweede plek. Toen zat het natuurlijk ook een beetje meer met strategie en zo. Tweede race ging iets minder, ook mede dankzij een lekker band. Anders hadden we ook wel voor het podium gegaan. En de laatste race was in Monza. Wederom een safety car precies op het verkeerde moment. Dus ook helaas maar de tiende plek. Maar de snelheid zit er goed in. En wat ik zeg, ik heb het naar mijn zin. Dus weet je, ik zie hier wel toekomst in. Waar kijk je naar uit dit seizoen? Nou ja, de 24 uur van Le Mans is natuurlijk al geweest. Dus dat was eigenlijk wel de grootste. Waar kijk ik naar uit? Ja, ik denk Portimao. Wat een nieuw circuit voor mij. Volgens mij best wel een gaaf baantje. Dus ja. Hoeveel races moet je überhaupt rijden? 6 races. Ja. Dus, en ja, 4 uur race in de ELMS. En natuurlijk, het WEC-kampioenschap is een beetje verschillende. Dus soms heb je een 8 uur race, soms heb je een 6 uur race. Ja. Dus ja. Lekker. Dus je zit helemaal op je plekje, zeg je? Ik zit helemaal, ik heb het helemaal naar mijn zin. Ik ben helemaal blij. Nou, dat is goed om te horen. We gaan even het weer hebben over de Formule 1. Want gisteren hebben we 100 kilometer lang kunnen genieten van de sprint. Remy, wat is je opgevallen? Ja, het was weer, gebeurde weer wel een heleboel. Verstappen heeft natuurlijk de race gewoon gewonnen en met volle buit naar huis gegaan. Maar daarachter was het vooral interessant. Hè? De frictie bij Ferrari, wat daar nu precies allemaal aan de hand is. Want Leclerc en Sainz gingen, wat mij betreft, namen best wel veel risico voor een sprintrace. Ja. Maar ook daarachter, hè? Schumacher en Hamilton die nog met elkaar aan het worstelen waren, was ook leuk om te zien. Ja, en ook een beetje pech bij Alpine. Hè? Alonso, die natuurlijk met motorproblemen niet kon starten. Dus ja, er was echt weer een heleboel om naar te kijken. Ja, want iedereen dacht dat het een soort van blunder was. Dat zij de bandenwarmers er nog op hadden staan. Een krik. Maar zij hadden dus een soort van blackout gekregen. En ze konden het dan niet met een externe batterij aankrijgen. Ken je een beetje dat proces, hoe dat gaat om zo'n auto dan opnieuw aan te... Nou, hoe het precies gaat, dat is best wel lastig. Ik weet wel dat er inderdaad de hele procedure niet dat in je personenauto je sleutel omdraait en dat die start. Ja. Een hele procedure aan vooraf. Dus ja, als er iets fout gaat of stuk, dan zal het lastig zijn om dat te vervangen of op te lossen. Ze reden daarna nog naar de pits, of tenminste, ze hadden hem op wieltjes gezet, de pits geduwd om hem daar nog proberen te fixen. Mag je dan nog wel deelnemen aan zo'n sprintrace, omdat hij zo kort is? Niet, toch?
Als je hem weer aan het praten krijgt, maar dat weet ik niet 100% zeker. Ja, misschien probeer dus nog extra door die extra formatieronde, omdat Joe ook nog was uitgevallen, dat inderdaad problemen waren. Dus ja, ze hadden gestart met 18 coureurs, was het. Wat mij opviel tijdens de start was echt dat Verstappen en Sainz heel goed weg waren. Alleen Leclerc en Sainz gingen toch weer in gevecht, waardoor Verstappen gewoon maximaal weg kon rijden. Ja. Heeft hij daar echt makkelijk van kunnen profiteren? Denk je dat het anders was geweest als de Ferrari's er wat meer bij kon zitten? Ja, dat is lastig te zeggen, maar het is natuurlijk wel altijd duidelijk dat als zij in gevecht gaan, dat tijd kost. Ja. Voor allebei. En volgens mij kost bij Sainz ook best veel van zijn banden uiteindelijk. Zag je hem ook wat terugvallen nadat hij een paar keer had lopen prikken bij Leclerc. Ja. Dus ik denk dat ze dat vandaag toch wel een stuk tactischer moeten gaan aanpakken. Hopelijk doen ze dat niet natuurlijk, want het is leuker om ze in gevecht te zien, vind ik dan persoonlijk. Maar als ze echt Max willen gaan aanvallen, dan is het denk ik wel slim om toch iets tactischer te gaan te werk te gaan. Waardoor ze toch beter om kunnen gaan met de banden en misschien Max het vuur aan de schenen kunnen leggen. Want anders, als ze met elkaar gaan bakkeleien, of het eindigt in tranen of ze verliezen gewoon te veel, denk ik. Dus meer een teamverband eigenlijk gaan denken in plaats van eigen belang van je eigen positie. En Leclerc kreeg natuurlijk ook die vraag na afloop tijdens het podiuminterview. Ja. Denk je dat jullie morgen wel goed beter kunnen gaan samenwerken om Max te pakken? Zei hij, ik hoop het, zei hij. Ja. Niet super overtuigend natuurlijk. Dus misschien zien wij wat we willen zien natuurlijk. Maar het voelt toch wel alsof er een beetje frictie in die garage zit. Maar daar gaan we het straks nog wat uitgebreider over hebben. Met Bleekmolen gaan we het daarover hebben. Wat mij ook opviel bij de start was dat eigenlijk bij Gasly hetzelfde gebeurde als wat er bij Joe gebeurde op Silverstone. Hij kreeg een tikkie. Je ziet een soort van trend aan het worden. Hè? Die coureurs die duiken gewoon bij de start. Als je supergoed weg bent, bam, duik je gelijk in dat gat. Wat is dit voor trend tegenwoordig? Ik denk dat hij niet wist dat er nog een auto links naast zat. Dus ik denk dat hij dacht dat er met twee auto's bocht in ging. Maar er zat natuurlijk nog iemand links naast. Wie dat in dit geval is, heb ik geen idee. Dus degene die in het midden zit, die kan op een gegeven moment geen kant meer op. Want als je links gaat, dan druk je die van de baan. En rechts word je zelf van de baan afgedrukt. Dus misschien ook wel dat het komt door de nieuwe auto's. Dat ze nog groter zijn en nog moeilijker misschien zichtbaar zijn in de spiegels. Maar ik denk dat het gewoon een beetje toeval is dat er nu twee races op rij is. Je denkt niet dat ze daar iets aan moeten gaan doen om de veiligheid te gaan verbeteren? Ja, ik denk dat het toch het hoort toch ook een beetje bij het race. Gewoon direct ervoor gaan. Ja, dat vind ik wel, ja. Maar het was best wel gevaarlijk wat je met Joe zag, hè? Tuurlijk, maar... Of was dat weer extreem? Ja, is extreem. Maar weet je, het bleef gewoon een gevaarlijke sport, uiteindelijk. Dus. Goed. Later in een interview hebben we erover dat Bleekmolen die zegt... moet een soort van piepjes hebben of zo, een auto. Als je met een personenauto hebt. Ja, vind ik... Nee. Het moet gewoon volle bak racen. Ja, vind ik wel. Ja, dat snap ik wel. Heel even terug naar de kwalificatie. Je hebt ook vaker op de Red Bull Ring wel gereden. Hamilton raakte zijn auto kwijt op een hele gekke plek. Daar omheen zijn er heel veel dingen gebeurd. Boeg geroepen, whatsoever. Maar ik wil eerst even naar die crash toe gaan. Hoe kan dat hij hem daar kwijtraakte? Ja, dat is toch wel frappant. Hoge snelheidsbocht. Dus eigenlijk met die vloer juist een hogere snelheid zouden meer downforce gegenereerd moeten worden. Dat wat meer grip oplevert. Dus het is best wel opvallend dat hij hem in hoge snelheid bocht verliest. Het is wel opgevallen dat ze het porpoising een beetje hebben opgelost. En Helmut Marko zei al een paar wedstrijden geleden van... joh, doe die achterkant omhoog en dan heb je het probleem opgelost van het porpoising. Het nadeel daarvan is dat de auto wel wat overstuurder wordt. Mm-hmm. En dat is dus inderdaad wat je nu terugzag bij Hamilton en Russell. Dat de auto wat meer overstuurder was en dat ze de achterkant verloren. Ja, jij zei ook met de wind, hè? Nou, kijk, ik heb het net even teruggezien. Ik denk wat het vooral fout ging, omdat die vloer nu zo belangrijk is. Op het moment dat jij een klein beetje je gewicht naar voren heen doet, dan verlies je meteen heel veel downforce in vergelijking met downforce via de vleugels. Dus wat je zag, Hamilton die tikte ietsjes de rem aan, dus de W-transfer ging naar voren. Dus dan komt de vloer ietsjes omhoog achter. En daardoor verloor hij volgens mij compleet de achterkant. En volgens mij misschien door de update dat het nu ietsjes gevoeliger is als voor die tijd. Maar dat hoort misschien ook wel bij de 2022 auto's, dat hij nog pitchgevoeliger is. En hetzelfde had Russell ook. Was dat gewoon toevallig dat hij er ook vanaf ging? Ja, ik weet niet of hij hem verloor op de rem. Die heb ik niet helemaal goed terug kunnen zien. Maar in ieder geval Hamilton was volgens mij best wel duidelijk. Plus dan dat de wind misschien ook nog draaide. Dus een beetje een sneeuwbaleffect van dingen wat fout ging. Hij crasht dan precies op een plek, tribune vol, oranje vol. Kijk, het is een thuisrace van Max Verstappen. Maar er zitten volgens mij zo'n 50.000 Nederlandse Formule 1-fans daar op die tribune.
dat boegroep, daar moeten we toch ook wel even over hebben. Wat vinden we ervan? Ja, het is niet zo, niet zo sportief, hè, als je dat zo ziet. Kijk, als iemand als coureur crasht, dat moet je natuurlijk nooit toejuichen. Alleen hier zit natuurlijk wel een verhaal aan vooraf. Er worden de hele tijd steken over en weer uitgedeeld. Dat publiek erop reageert, met een paar biertjes op, daar hadden we het net over. Ja, dat is niet zo heel gek. Los, ik ga het niet goed praten, maar ja, het is wel begrijpelijk wat daar gebeurt. Ja. Maar dat iedereen er zo tegen uitspreekt, dat snap ik wel anders goed. Bent, jij zei voor de uitzending dat iedereen wel een klein bakje op hebt. Ja, ik denk dat als 90% het zou me verbazen als 90% of zeg maar 10% van de mensen nog onder de 1 promiel blazen. Dus weet je, het is 5 uur 's middags volgens mij. De zon staat er volop. Nou ja, volgens mij die nacht ervoor was het gezellig. Ja. Ik denk dat er gewoon ook wel heel veel alcohol in staat. Ja. Tuurlijk, het is niet goed te keuren, maar ja, aan de andere kant weet je alle situaties. Ja, het is volle bak Nederland. Dus volgens mij hebben we ook wat beelden van de camping. Misschien dat de regie hem erin kan gooien. Van hoe het daar nou aan toe gaat. We hebben van Team Coronel wat dingen gekregen. En dan zie je gewoon een camping vol met Nederlandse gasten. Die gewoon, we hebben het hier op het scherm staan. Het is volle bak, hè? Het is niet normaal. Hier Team Coronel ook aanwezig met een mooie wagen. Festival gewoon. Ja, leuk. Het is gewoon echt een festival, leuk, hè? Ja. Dat is het gewoon. Als je naar een festival gaat, de camping, maar dan nog extremer. Die gasten gaan gewoon volle bak. Een tentje mee. Hoppakee. Niet comfortabel liggen ook, maar maakt niet uit. Als je maar niet slapen hoeft dat niet. Ja, genoeg zuipen en dan slaap je overal wat. Maar dat is wel leuk. Vrienden van jou zijn toch ook gegaan, hè, Bent? Ja, heel veel van mijn vrienden zijn daar. Dus Ik moest even afzeggen dit weekend. Ja, dat je hier natuurlijk aan bent. Tuurlijk, anders kan ik hier niet zijn. Nee. Dat snap ik. Nee, heel vet. Ja, het is de boegroep, weet je. Max heeft er ook al wat over gezegd van, jongens, doe dat nou niet. Ja. Is ook niet netjes, ja, toch? Ja, iedereen heeft het inmiddels al gezegd. Dat kan natuurlijk niet als een coureur crasht, maar ja, goed, weet je, ja. Kijk, je hebt, ik snap de rivaliteit, hè, die je hebt. In dit geval snap ik het eigenlijk niet, want misschien van vorig jaar. Maar goed, je merkt dat op Silverstone hetzelfde gebeurde bij Verstappen. Maar kijk, dan begrijp ik het nog een beetje. Maar als je crasht, dan moet je gewoon niet Ik denk dat misschien veel fans ook niet op zo'n moment doorhebben hoe een harde klap het is of zo. Ja. Dat ze... Ja, ze zien gewoon Hamilton gaat eraf, grappig. Ja, dat vooral, ja. Ik denk dat het dat meer is. Ik wil het ook niet goed praten natuurlijk, want het hoort gewoon niet. En uiteindelijk is het best wel een zware crash. Ja. Maar dat zie je misschien op zo'n moment niet helemaal goed of zo. En als je een kratpils in je nekje hebt liggen, dan is het misschien sowieso wel lastiger om het allemaal nog goed te zien. Zie je misschien 3 of 4 Mercedes tegelijk eraf stuiteren. Ja, precies. Maar misschien werkt het zo, maar ja, het is wel een beetje een jammerlijke trend, dus hopelijk leren de fans er uiteindelijk ook van. Ja, ik hoop het ook. Wat mij ook opviel was Schumacher en Hamilton, die tijdens de sprintrace echt in gevecht waren. Eerst vond ik Schumacher heel lief aanvallen. Het zag er heel lief uit bij Magnussen van, ga ik er langs, ja of nee? Uiteindelijk niet, verloor hij ook de positie. En toen ging Hamilton en Schumacher was echt wel een vette battle, vond ik. Vond het echt heel mooi om te zien. Dat was ook het enige wat een beetje in beeld gebracht wordt. Hamilton zei na die tijd dat zijn auto niet helemaal in orde was. Maar zijn die hazen zo lekker bezig tegenwoordig? Dat sowieso, want ze gaan gewoon lekker. Maar dat, in dat gevecht tussen die twee... Schumacher heeft wel echt sinds de grote prijs van Groot-Brittannië... heeft hij echt een schepje erbovenop gedaan. Je ziet nu, de verdedigingen move zitten er echt in... Ja. Nou, tegen 2 wereldkampioenen, vorige weekend tegen Verstappen en nu tegen Hamilton. Hij laat het nu wel zien, dat is wel echt, dat is gaaf. En die snelheid zit in die haas, ja. Joey, is het moeilijk om in te halen hier? Nou, je hebt wel vrij lange rechte stukken. 3 DRS-zones achter elkaar. Dus op zich inhalen is wie wel relatief makkelijker. Het is een kort baantje, dus je kan weinig tijd verliezen in principe. Helpt dat dan ook? 4,3 kilometer, uiteindelijk maar 7 bochten, dus... Ja. Het zijn ook niet de moeilijkste bochten, vind ik zelf. Vrij hoge snelheidsbochten, 1 herpin bovenaan het circuit. Dus je kan ook weinig tijd verliezen, zeg maar. Het veld zit wat dichter bij elkaar, maar dat zeggen we natuurlijk al in de kwalificatie. Ja. De top 3 binnen 800ste. Dus ja, dat zegt dat wel genoeg. Dat is leuk natuurlijk om te zien. Je hebt toch ook wel eens vaker gereden? Hoe is jouw ervaring daar? Ja, ik vind het een superbaantje. Vooral die 3 DRS-zones achter elkaar. Ik bedoel, het is eigenlijk nooit saai. Je hebt ook die, weet je wel, de 3e DRS-zone. Of telt die nu meer als 2e? In ieder geval na bocht 3. Ja. Dat is natuurlijk helemaal fantastisch. Want je hebt ook nog weer de mogelijkheid om te counteren, zeg maar. Dus het blijft een beetje een kat-en-muisspel. Plus natuurlijk dat de DRS erg overpowered is. Je zag bijvoorbeeld Ricciardo achter... Norris. Ja. Toen zei hij dus van, ja jongens, ik ben sneller. Maar ja, ik vond het een beetje makkelijk.
aangezien die gewoon zo'n beetje de helft van de ronde is, die DRS open. Weet je wel. Het scheelt ook gewoon 3/14. Dus ja, om dan te zeggen van ja, switch position, ja, vond ik wel wat makkelijk. Want hij kon hem niet bijhouden, want daarvoor lag Bottas. Maar die zaten ook volgens mij een seconde van elkaar af. Dus dan kun je, als hij dan geen DRS heeft, dan kun je hem er gewoon niet bijhouden. Maar je zag het ook met Schumacher en Magnussen. Hè. Ik dacht eerst dat Magnussen extra een beetje langzamer ging rijden, zodat Schumacher nog zijn DRS kon blijven. Alleen, ik denk gewoon dat Magnussen zijn pace was, die ze is. En het moment dat Schumacher geen DRS meer had, was hij natuurlijk ook gewoon een sitting duck. Maar ik vind het ook gewoon super om te zien dat Schumacher nu weer gewoon competitief is. Want je zag natuurlijk hetzelfde in zijn Formule 3 tijd, dat hij in één keer op de helft van het seizoen ging, hij in één keer, weet je wel, ging er in één keer een knop om. Net als hij een schop onder zijn kont nodig heeft of zoiets. En de Formule 2 was natuurlijk hetzelfde. In één keer, midden van het seizoen, in één keer, niemand gaf hem meer een kwartje. En in één keer gaat hij weer boom, gaat hij er vol voor. Dus je ziet wel een trend. Je ziet dan wel echt de inner Schumacher van hem even naar buiten komen. Je gunt het hem ook, want ik vind het gewoon een sympathieke jongen. Dus ja, weet je, mooi dat hij het nu goed doet. Remy, tweede sprintrace weekend van dit seizoen. We krijgen er nog eentje, volgens mij in Brazilië uit mijn hoofd. Er was de bedoeling dat we daar eigenlijk meer zouden krijgen. 6 stuks, kon niet met budget cap. Want het kon er allemaal niet aan qua geld. Dat was het eigenlijk inderdaad. Klopt. Wat vinden we van de sprintrace? Ik vind het tot nu toe wel geslaagd, toch? Ik bedoel, ik denk dat er nog wel een paar leuke elementen toegevoegd kunnen worden. Maar in principe vind ik de sprintrace zoals die nu is opgezet, ja, werkt het wel. Maar je ziet wel, het is vaak wel gewoon een afspiegeling van de race. Weet je, ik bedoel, uiteindelijk, niet iedereen durft heel veel risico te nemen. Nu zijn er wel meer punten toegevoegd, top 9 verdiende, top 8 verdiende punten. Dus er valt wel meer te halen. Maar je ziet ook, je zag ook gisteren bijvoorbeeld, voor mij was het Ocon, die deed ook niet zo heel erg hard verdedigen. Want uiteindelijk zit hij ook met de Grand Prix van vanmiddag in zijn hoofd. Ja. Dus dat element blijf je wel altijd houden. Maar verder vind ik het leuk. Sprinter is natuurlijk wel geslaagd. Ja, ik denk wel echt dat dat puntensysteem, dat ze meer punten hebben toegevoegd, dat dat echt wel veel verschil maakt dit jaar. Want vorig jaar was het echt een optocht bijna altijd wel, want je kon 3-2-1 punten verdienen, geloof ik, uit mijn hoofd. En nu zie je toch wel bijvoorbeeld zo'n Schumacher, ja, die ligt 8e, heeft Hamilton in zijn nek en die denkt, ja, het is goed met jou, ik wil dat punt pakken, weet je wel. Dus dan zie je wel echt goede, mooie, stevige gevechten. Ik denk dat dat wel veel verschil maakt. Ja. Het heeft wel waarde om inderdaad gewoon die puntjes te pakken maximaal. Ja, want vorig jaar konden we zien dat ene puntje, dat kan net het verschil maken natuurlijk in het seizoen. Mensen in de chat, we zien jullie ook alles voorbij komen. Dus laat even weten wat jij vindt van de sprintrace. Dan ga ik het meenemen. Ik heb hem hier voor me liggen, dus ik ga alles... Ik vind trouwens wel echt, daar hebben we het net ook even over gehad, maar die vrije training, daar moeten ze wel iets aan doen, die tweede vrije training. Ja, er is nog wat tussen. Ik vind dat echt zo gaar. Dus dat zou je toch anders moeten kunnen oplossen. Nu is het een beetje zo'n spooksessie of zo. Zeg maar. Ja, wat doen ze dan precies met zo'n sessie, zo'n vrije training? Een beetje runs, wat testen, misschien voor de race runs. Voor Mercedes kwam het nu gunstig uit dat ze nog konden kijken of de auto goed in elkaar zat na de kwalificaties. Ja. Dus allebei waren afgeschreven. Dus ja, dat soort dingetjes. Maar ja, echt voor rondetijden, de kwalificatie is al geweest. Dus er komen geen rondetijden. Het klopt gewoon niet of zo in mijn hoofd. Maar volgens mij kunnen ze toch niet zoveel testen, want je hebt toch Park Vermeer na de kwalificatie. Ja, dat kan niks meer veranderen. Dus het is echt, het gaat eigenlijk nergens over in principe. Puur een beetje data verzamelen voor de race. Wat is de oplossing dan? Ja, ik zou dan zelf zeggen, draai gewoon die kwalificatie en de tweede training om. Maar ik weet niet of dat mogelijk is verder. Met sessies en logica binnen de VIA. Ja. Niet dat dat zo'n zo'n gangbaar ding is. Logica in de VIA. Het is geen geoliede machine. Nee, precies. Nee, maar niet. Ja, Frans organisatie natuurlijk. Ja. Dat zou misschien wel een oplossing zijn. Maar gelukkig hoef ik dat niet te bedenken. Maar als je dat doet, dan heb je die vrijdag niks meer, toch? Want dan zeg je, doe je vrijdag eerst en tweede vrijtraining. Ja, maar ze willen nu juist toch dat er elke dag een evenement... Ja, dat zal een beetje de achterliggende gedachte zijn inderdaad, ja. Ja, ik vind wel dat de kwalificatie een beetje zijn echte flair verliest dankzij deze. Ja. Weet je wel, je hebt niemand meer die echt blijft van, goh, we zitten op pole position of zo, weet je wel. Je zag ook toen Max pole had, het was eigenlijk een hele mooie sessie, maar niemand was echt aan het jeugen, zeg maar. Dat vind ik wel jammer. Dat was niet je mag beginnen vanaf de eerste startplek. Ja. Dat is het tegenwoordig. Ja, echt zo van, ja, super. Ja, leuk. Je mag niet zeggen je pole. Je hebt wel pole, maar ook weer niet. Of zo. Nee, nou, beetje raar. Ja, heel veel mensen in de chat vinden het echt tof, de sprintrace. David Games zegt bijvoorbeeld, sprintrace, dat hij wel echt kan genieten van alle actie. Meer mensen vinden het gewoon vet. Gabber 24 zegt sprintrace is vet, maar heeft nog wel wat veranderingen nodig. Ja, eigenlijk wat jullie ook allemaal zeggen. Het is...
Ook die sessies tussendoor. Het is het gewoon allemaal net niet. Ja, het heeft gewoon veel potentie, maar moet een beetje gefine-tuned worden of zo. Ja. Dat voornamelijk. Ja. Ik zou wel een reverse grid willen zien, bijvoorbeeld in een sprint. Gooi zoiets erin. Dat is een mooie, ja. Want dan... Komt dat erdoor, denk je? Nee. Ik denk niet dat het erheen komt. Nee. Maar je ziet nu bijvoorbeeld zo'n Schumacher en Hamilton. Die gaan dan vechten. Ja, kijk, ik wil dat wel vaker zien, hoor. Weet je, als... Maar ik denk dat die lastig was. Vroeger was het toch met die reverse grid was een beetje... ze wouden dat toch implementeren eerder. En toen hadden ze gezegd, nee, we gaan het niet doen. Want Mercedes geeft 400 miljoen uit. En het team van Williams maar 100 miljoen bewijs van. Dat was een beetje een reden van, dan klopt het niet. Maar nu is er een budget cap. Je zou kunnen zeggen, nu kan het in feite in principe wel gedaan worden. Dus je hebt er ervaring mee. Ja, nou, weet je, reverse grid geeft altijd veel... actie op de baan. Want misschien dat jij niet de snelste auto hebt in kwalificatie, maar dan zet je hem weer af voor de race. Weet je wel, Formule 2 is ook een beetje een andere klasse daarin. Ja. Maar er zijn natuurlijk zoveel belangen in de Formule 1 die dan mee gaan spelen. Weet je ja, wel. Natuurlijk. Ja. Ja, Formule 2 allemaal gelijkwaardig. Ik denk dat politiek heel erg lastig wordt. Ja, ja. En juist ook misschien door die budgetcap dat er wat grotere teams gaan zeggen van, nou, moeten we inhalen. Meer kans op crashes, meer risico. Ja. Dan willen we meer geld. Ja. Zoals ze nu al elke keer dus doen. Dan ga je daar weer mee beginnen. Ja. Dus, ja. Maar misschien iets over 4 of 5 jaar, weet je wel. Want, ja, het zou wel mooi zijn om een keer uit te testen, in ieder geval, lijkt me. Ja. Ja, nou ja, goed, hoort dat Albon zei na die tijd van... ja, ik was eigenlijk niet gewend om tussen al die auto's te vechten. Waardoor hij dus... hij had superveel onderstuur, hij had geen grip. Dus daarom tikte hij op een gegeven moment noord van de baan. Hij zegt, dat was niet de bedoeling, dat is gewoon de limiet van de auto. Maar dat geloof je toch niet? Nee, dat kan toch niet. Onzin. Dat is bizar. En ook die Vettel tikt hij eraf. Ja, dat is... Ja, dat kan toch niet? Hij had wel ruimte genoeg. Ja, maar alsnog... en dan vind ik trouwens nog knap dat Vettel als een soort van graafmachine in zijn achteruit zet. Dat was echt super. Dat was echt heel slim. Toen zag je echt dat hij best wel veel ervaring heeft. Ja, vorige keer, de laatste keer dat ik dat heb gezien was Hamilton in... wat was het? Imola of zo. Dat hij hem ook nog achteruit zette. Dus ervaring is dan toch wel... iemand anders zou hem niet... die zou hem gewoon ingraven en was klaar. Ja. Dus toch wel mooi gedaan. Laten we dan eigenlijk wel gewoon doorpakken op die budgetcap. Want er is dus een verruiming van 3,1% geweest. Dat is ongeveer een kleine 4 miljoen. Dat heeft allemaal te maken met de inflatie, met de vrachtkosten, whatsoever. Is dat genoeg? 4 miljoen? Ja, dat is een goede vraag. Christian Horner vindt van niet, las ik al in ieder geval. Ja. Maar ja, het is een fooitje eigenlijk, hè, in de Formule 1, zo'n bedrag, denk ik. Maar ja, ik denk niet dat Ferrari, Mercedes en Red Bull staan te springen op dit moment. Nee, hoort dat Toto Wolff heeft gezegd... 1/3 van die verhoging hebben we vrijdag al met die crashes erin gejaagd. Ja. Dus ja, dan snap ik wel dat het vrij weinig is. Ja, ze lopen inderdaad niet de Polonaise, denk ik, na dit nieuws. Maar ze moesten wel iets doen, natuurlijk. Dus de FIA denkt waarschijnlijk hier... jullie gezeur, heb je een paar miljoen. Nu is stil. Ja, ik vind het toch ook wel echt weinig, hoor. 4 miljoen. Ik bedoel, als je inderdaad 2 auto's zo tegen de muur aan hebt zitten... dan is het snel afgelopen voor mij, hoor. Maar het gaat er vooral om dat ze het uitgerekend hebben waarschijnlijk... hoe dat met die inflatie en vrachtkosten zit. En daarop volgend zijn ze op dit bedrag gekomen, denk ik. Ja, je ziet dat Horner, die zeurt er inderdaad ook best wel veel over, hè. Maar... toch elke race zie ik ze toch wel weer wat upgrades meenemen. Of wat bodywork, wat ze aangepast hebben. Hebben ze dat dan liggen of waar halen ze dat dan vandaan? Ja, geen idee. Ja, ik weet net zoveel als jij. Ja, nee, maar dat vind ik dan wel. Je zegt het ene, maar je doet dan het ander. Dan denk ik, ja, dat klopt dan in verhouding ook niet helemaal. Maar goed, we zijn ook nog niet op het einde van het seizoen. Misschien dat het heel veel minder wordt aan het einde van het seizoen. Ja, want dat is meestal wel de trend, toch? Dat je op het begin echt gaat pieken tot middenseizoen en dan nu wel eigenlijk... Ja, hoe eerder de updates, hoe beter. Dus ja, weet je, als je hem nu al kunt brengen in plaats van over 3 races... heb je toch 3 races langer profijt van. Ja. Dus ik denk dat het pas gaat zien aan het einde van het jaar. Dat er dan helemaal geen updates meer komen. Maar het team van Aston Martin heeft bijvoorbeeld echt superveel upgrades gedaan. Een kopietje gemaakt. Die werkte bijna, hè? Die werkte bijna. Maar dat is toch ook... dan geef je zoveel geld eraan uit. En dan werkt het gewoon niet. Lullig, heel lullig. Ja, vind ik wel. Wat moeten zij nou nog gaan doen om mee te kunnen rijden in de punten? Sebastian Vettel vervangen. Ja? Nou, hij wordt nu telkens outqualified door Stroll. Dus ik denk, ja... Hij begon zelfs achter Latifi, geloof ik. Ja, maar hij weet nu toch met die updates en Stroll toch niet? Dat zou dus werken die updates aan? Snap je? Dat is ook een beetje het verhaal. Je kunt wel updates maken, maar goed, werken ze ook? Ja, in de windtunnel misschien wel, maar ja, in het echt, ja. Ja, sowieso, windtunnel is niet meer... of windtunnel, CFD, weet ik veel wat ze allemaal noemen. Ja, het is echt bizar dat zo'n team, dat best wel een mooie naam, duur merk, veel kennis, Vettel hebben ze binnen met veel kennis, dat gewoon echt niet werkt.
En hij is degene die het hardst schreeuwt. Ze hebben ook wel mensen bij Red Bull weggehaald, geloof ik, in de Mercedes, winter. Red Bull. Ja. Ja. Wat een tegenstelling tot Haas, wat gewoon bijna nul upgrades meer brengt. Maar gewoon telkens weet je wel, het maximale probeert uit de auto te krijgen, zeg maar. Weet je wel, met de setup, gewoon 100% van wat je hebt. En uiteindelijk begrepen ze die auto beter en beter, omdat hij ook constant blijft. Ja. Aston Martin heeft een compleet nieuwe auto. Begin weer helemaal vanaf nul met de setups, weet je wel. Dus ja, misschien is het ook wel... Haast sterke punt is misschien wel gewoon het logisch nadenken en gewoon het maximale halen uit het materiaal wat je al hebt. Ja, dat is denk ik ook wel wat nodig is, toch? En dan kun je wel echt je petje vooraf nemen, vind ik, hoor, voor Haas. Ik vind dat echt, dat is echt een van de mooiere teams, vind ik persoonlijk. Ja, nu doen ze het echt goed. Ja, in de Formule 1 en net wat Ben zegt. Ze nemen niks mee aan de upgrades, maar ze investeren gewoon in het leren begrijpen van die auto. Ja. En dat, dan zie je gewoon dat het hele mooie dingen kan brengen. Volgens mij ook wel het kleinste team op de grid. Ja, zeker. Ja, ik vind dat echt benoemenswaardig. Gewoon. Ja. Echt mooi om te zien. Ja, fijn dat ze toch van een soort van IKEA-constructie naar een eigen... toch, ze hebben overal onderdelen gekocht. Het is echt niet... het is Ferrari dit. Weet je wel, het lijkt er een beetje op. Porpoising, dat is ook waar ik Mercedes wel wat... daar hebben ze wat meer onder controle. Misschien komt het ook omdat er wat meer traditionele circuits nu zijn. Hè? Niet zo van die nieuwe circuits of stratencircuits, whatsoever. Dat het nu wat beter ligt. De FIA heeft het allemaal uitgesteld naar België, volgens mij. Ze wouden het eerst in Frankrijk aanpakken, nu naar België. Remy, weet jij precies wat ze dan gaan doen? Nee, maar dat weet FIA denk ik zelf ook nog niet. Het is allemaal nog een beetje raar hoe dat nu loopt. Ja, in eerste instantie zou het natuurlijk in Canada wilden ze al verscherpte maatregelen hebben. Ja. Dat is vervolgens uitgesteld naar Frankrijk. En dat gaat dan nu in België gebeuren. Maar ook dat is niet helemaal zeker. Kijk, dat is nu ook weer een regel die een beetje weggemoffeld is. Maar de FIA wil het porpoisen wel aanpakken. Hè? Maar wanneer en hoe en waarom het vertraagd is, ja, dat is eigenlijk niet helemaal duidelijk. Ja, ze zeggen om de teams de gelegenheid te geven om het nu op te lossen. Maar als je ten eerste instantie in Canada al wilde, ja, waarom ga je dat dan nu uitstellen? Ja, precies. De urgentie zou even hoog moeten zijn. Want het is allemaal... niemand kon ermee rijden. Hamilton brak zijn rug tijdens het rijden. En dat zwakt een beetje af, heb ik het idee. Exact. Dus, ja, maar ik heb het gevoel dat het nu ook al een stuk beter gaat. Hè? Het porpoise is al een stuk minder geworden, voor mijn gevoel. Je ziet Mercedes toch ook wel dat ze gewoon lekker ermee rijden op dit moment. Dus ik heb het gevoel dat het vanzelf wel een beetje... Misschien is dat ook wel resultaat van wat ze uiteindelijk bedoeld hebben, de FIA. Ja. Door die regels aan te kondigen, waardoor teams misschien denken van... laten we dan toch maar die wagen iets omhoog schroeven. Wat gewoon de makkelijkste oplossing is voor het probleem natuurlijk. Ja. Ja, misschien werkt het zo. Ik weet het ook niet, hoor. Maar... Nou werkt de Red Bull Ring ook wel een beetje mee, want jij hebt er ook wel gereden, neem ik aan. Dat is wel gewoon een biljartlaken, de Red Bull Ring. Hoe strak dat asfalt is, het geen hobbeltje, geen dingetje. De engineers zijn er ook niet blij mee, want het is moeilijk uitlijnen, omdat... Meestal lijnen ze het uit op de hobbels in de weg. Maar hoe bedoel je dan? Moeilijk uitlijnen? Nou, kijk, als je bijvoorbeeld rondes met elkaar vergelijkt. Joey rijdt een ronde, ik rijd een ronde. En dan heb je bijvoorbeeld... Hij heeft 10 meter meer gereden dan ik op de baan. Dus dan klopt de data al niet meer in die bocht. Dus dan lijn je hem uit op een, zeg maar, een klein hobbeltje. Ja. En dan net voor de bocht heb je hem dan. Alleen dat hobbeltje is er dan niet. Dus dan heb je al die engineers die de... Pissig hoor. Ja, loopt te zoeken inderdaad van wanneer is het nou gelijk. Omdat het asfalt daar zo vlak, zo smooth is. Ja. Ja. Dus het is wel een heerlijke baan om te rijden. Dat wel. Ja, top. Ja, mooi om te horen. in principe, sprintrace. Morgen, vandaag wordt het een hele andere race. Verstappen zei dat toch wel met de banden en zo besparen. Dat ook heel veel gaat meespelen. Heb je daar heel veel last van, bandendegradatie? Of is het... Nou, je hebt natuurlijk de tractie uit al die hairpins, weet je wel. Dat is natuurlijk achterbandenvreed. Alleen, wat je vooral had met die oude Pirelli, is die natuurlijk heel veel, weet je wel, thermal deck, zeg maar. Dus als die te warm wordt, dan is misschien de band nog wel gewoon 100%. Alleen als die op een gegeven moment boven de 120 graden wordt, dan werkt die totaal niet meer. En dat is in die dubbele linker dus een heel groot probleem. Dat je in die tweede, omdat het zo'n high load bocht is, uiteindelijk gewoon compleet grip verliest, terwijl de band er nog is. Mm-hmm. Dus misschien is dat dit jaar minder. Maar ja, weet je, dat gaan we wel zien. Maar je zag natuurlijk ook al dat Ferrari aan het einde van de race iets beter op hun banden was als Red Bull. Dus ja, we gaan zien. Voordat we Joey naar de simulator sturen, gaan we even overschakelen naar Amerika. Rinus Vierkeer had namelijk even tijd voor ons om te laten weten hoe met hem gaat in de IndyCar-series.
Hoi iedereen, bij GP-fans. Na de Indy 500, waar jammer genoeg met de 33ste plek eindigde, door die crash hier vroeg in de race, meteen doorgegaan, niet veel tijd gehad om te balen, want ik ging meteen door naar Detroit. Best een goede race, Pace zat er goed in en jammer genoeg ja, maakte ik daar een grote fout om een laatste ronde muur te raken. En ja, dat moet je niet doen. Toen door naar Road America, weer het weekend recht daarachteraan. En ja, daar hadden we gewoon echt de pace niet. Ik heb echt mijn best gedaan, ja, alles eruit geprobeerd te halen, maar het zat er gewoon niet in dat weekend. En toen een paar weken rust en voor mij was dat wel even de tijd om te resetten en te zorgen dat ik, ja, dat ik terug op mijn niveau zou komen. Dus wij kwamen in Mid-Ohio aan met een goed gevoel, goede simulatortest gehad en ja, toen ging het uiteindelijk ook echt heel goed. De kwalificatie was iets minder, ik had gas wat op een paar procent bleef hangen, waardoor de elke bocht, waardoor de motor heel erg de auto recht doordrukte. Dus 11e was alles wat ik eruit kon halen, maar ja, prima om te starten en uiteindelijk super goede resultaat, hele mooie inhaalacties en ja, van 11 iets teruggevallen naar 13 en toen terug naar 4. Dus ja, dat was toch wel een weekend waar ik echt even blij van word. En dit gevoel willen we natuurlijk helemaal doortrekken, dus ik heb er een heel goed gevoel bij en ja, we gaan volgend weekend naar Toronto, dus ik heb er heel veel zin in. Om alvast een klein voorproefje te krijgen van de actie van vanmiddag, hebben we Joey naar onze virtuele pitbox gestuurd. Joey, podium is voor jou. Yes, we zijn hier op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Dit circuit ligt tegen een berg aan. Enorm grote hoogteverschillen. Het is een kort baantje, 4,3 kilometer. Officieel hebben we 10 bochten, maar op het rechtstuk wordt ook nog een bochtje meegenomen. Dus eigenlijk zijn het maar 7 of 8 technische bochten. Eerste bocht, vierde versnelling. Daarna klimmen we hier omhoog. Een hoogteverschil van 65 meter. En een hoogteverschilpercentage van 12% in deze bocht. Zullen we even kijken hoe realistisch deze nieuwe game is die we nu hebben. Dus eigenlijk staan we hier 12% omhoog. Eigenlijk zou ik naar achteruit moeten rollen. Dat gebeurt niet. Eerste bocht kun je dus super laat remmen. Omdat het dus zo steil omhoog loopt. Ongeveer bij de 80 meter. Dan loopt het hier weer. Dit is de derde DRS-zone. Loopt ook weer een stukje naar beneden. Dus je moet opletten dat je het eerder moet terugschakelen. Dit is officieel dus bocht 4, maar eigenlijk pas de derde bocht, technische bocht. Dan hebben we hier aan de linkerkant de Iron Bull staan van de Red Bull Ring. Dan de hoge snelheidsbocht, dubbele linker, waar Lewis Hamilton verloor. Aan de linkerkant de oranje tribune, de Orange Army, toejuichend voor Max Verstappen. Tracklimits waar Sergio Perez hem verloor in Q2, waar die later dus voor gestraft werd. Daarom deed ik hem het voor, expres. Dan doen we nog even één keer een rondje, kijken of we een beetje tijd eruit kunnen halen. Hier zijn ook de tracklimits verscherpt. Normaal mocht je vorig jaar mocht je niet over de curbstones en nu mag je niet over de witte lijn. Dat is allemaal afgescherpt. Eerste bocht aanremmen, 100 meter. Flink de apex gemist. Eigenlijk vierde versnelling. Hier klim je dus 65 meter omhoog. Hoogtepercentage van 12%. Laat remmen, net naar de 100 meter. Je moet de remmen aanpassen. Dan hier de derde DRS-zones, dus hier zullen we veel inhaalacties verwachten. Gisteren zagen we al dat Lewis Hamilton hier de inhaalactie maakte op Mick Schumacher. Hier een klein beetje de curbstones meepakken, dan heb je wat meer grip voor de rotatie. Dubbele linkerbocht, hoge snelheid. Hier stond Sebastian Vettel gisteren in het grind vast. En daar rechts stond Hamilton. Dan komen we aan, laatste sector. Verlies een klein beetje op mijn persoonlijk record. De broodjes aan de linkerkant. Tracklimits aan de linkerkant. Niet helemaal legit, maar dat maakt niet uit. Wel een snelle ronde. En dat is een rondje op de Red Bull Ring. Tracklimits waren aanwezig, of niet, Joey? Ja, dat was heel scherp in een nieuwe game. Ja, Bent, we hebben Joey laten rijden. Maar jij zit gewoon in die F1 2022 game, hè? Ja, het is omdat je me net vertelde, anders wist ik het niet. Echt niet? Nee. Volgens mij heb ik een screenshot naar de regie gestuurd. Misschien kunnen zij hem erin gooien. Maar
Ja, nu wil ik het zien ook. Met je statistieken. Het is, heb je ook statistieken tegenwoordig? Er zitten ook statistieken in. Volgens mij kost jij 8 ton ongeveer om erin te doen. Je hebt... okay. Misschien moet ik dat gaan doen dan. Ik weet niet of de regie erbij kan pakken, maar ik ga even kijken of ik hem hier ergens heb. Ik heb hem op mijn telefoon staan. Ja. We hebben hem hier. Als je My Team opstart, dan kun je dus je eigen team maken. En, nou, dan kun je meedoen met kampioenschap, whatsoever. Dan kun je ook een tweede coureur kiezen. Nou, in dit geval was het Dan Ticktum, Richard Verschoor, Marcus Armstrong of Bent Fiscaal. Ja, dat is een makkelijke keuze, toch? En jouw rating komt op een 63 uit. Met 29 experience. Ja. 56 race, 60 awareness en 71 pace. En focus 75. En je kost 80k. Hier, kijk maar. Een koopje. 800k zelfs. Ja, waarom niet? 800k inderdaad, ja. 8k is een beetje weinig, ja. Maar dat doet een beetje hetzelfde als FIFA Ultimate Team, zeg maar. Ja, maar je wist het helemaal niet. Nee, ik wist niet dat dat op dat spel was. Ik dacht dat het anders was. Maar hoe gaat het dan qua licenties en zo? Of bereiken ze jou daar helemaal niet voor? Nou, volgens mij, zodra je het Formule 2-perk opdoet, weet je wel, voor je rijdt moet je een dinges onderschrijven of zo. Dus ik denk dat het daar op in stond, maar ja, dat lees je natuurlijk niet, want ja, anders kun je toch niet rijden. Dus, maar goed, ik denk dat iedere coureur daar wel zelf over denkt. Ja, want het viel me op al, aangezien je inderdaad geen, hoe heet dat, geen team hebt in de Formule 2 op dit moment. Dus dat je dan nog wel... nog wel kon kiezen. Oh, wie weet wat er nog komt dit jaar, hè? Hey. Ik of weet niet. Ben je in gesprek of niet? Ja, nee, weet je, je hebt ook natuurlijk dat je soms een coureur uitvalt door licentiepunten of zoiets dergelijks. En dan zijn je ergens op de lijst? Mag je niks zeggen? Nee, ja, goed. Ja, is een beetje logisch, toch? Dat gebeurt ook, ja, toch? Als er een coureur uitvalt, om wat voor reden dan ook. Ja, je hebt... Weet je, omdat ik recentelijk Formule 2 heb gereden, weet ik nog hoe die auto een beetje werkt. Ja. Als je echt iemand hebt die 2 of 3 jaar niet hebt gereden in die auto, ja. Is natuurlijk lastig. Dus het kan zijn dat ze jou gewoon opbellen van, hey... Kan, ja. En, maar die overschakeling van de auto waar je nu rijdt naar een Formule 2-auto, is dan toch wel... Is dat dan groot? Of? Ja, heel groot. Want jij hebt natuurlijk geen stuurbekrachtiging, dat soort spul. Maar ja, het bleef de auto met 4 wielen, dus ja, gewoon gas geven. Ja. Dat is een goeie. Mensen vragen ook of jij familie bent van de voetballer Fiscaal. Niet dat ik weet, nee. Misschien moeten we dan toch eens een keer even gaan research doen voor dit soort dingen. Oké. maar leuk, nee, ik dacht wel dat je dat wist, maar grappig. Dat je zit dan gewoon in de game zonder dat je het door hebt. Maar dat is toch tof. Nou, ik heb echt elk spelletje gespeeld. Ik denk vanaf Formule 1 2006, dat was mijn eerste op de PSP nog. Ja. Tot en met 2020 of zo. Maar ja, uiteindelijk heb je R-factor en zoveel spelletjes. Dus ja, dan kom je er niet meer aan toe. Joey, we houden de chat ook nauwlettend in de gaten. Te veel gevraagd. Die zegt, hoeveel effect heeft de hoogte van het circuit op de betrouwbaarheid van de power unit? Hoeveel effect heeft dat op? Ja, een beetje lastig te zeggen. Als je naar Mexico gaat, dat circuit zelf ligt gewoon op weet ik hoeveel hoogte. Dus dan zijn de effecten wat groter. Maar ik denk, ja, 60 meter verschil op hetzelfde... wat is het? In hetzelfde weekend, dat zal niet zo heel veel verschil geven, denk ik. Ja, wat het eigenlijk vooral doet, is het maakt de slipstream minder efficiënt. Dus dat is op zich wel een nadeel. Dus in principe... Waarom? Omdat de lucht dunner is. Dus weet je wel, dan gaat de auto er makkelijker doorheen. Dus ja, daarom eigenlijk. Je ziet in Mexico, ook al is het rechtstuk zo lang... dat mensen toch nog moeite hebben om voordat die bocht daar is... eigenlijk er al voorbij te gaan. Dus als je bijvoorbeeld een baan in Silverstone hebt... dan zie je dat het effect veel groter is van de slipstream. Ja. Dus 60 meter verschil op dezelfde baan, dat is ja, dat blijft niet veel. Nee. Dus we gaan niks iets van een Ferrari motor of zo. Nou, dat heeft dan misschien niet dat niet dat te maken. Het heeft gewoon met Ferrari te maken. Er was wel een periode dat Ferrari onderdelen gewoon hier en daar kapot gingen, ook bij de klantenteams en dergelijke. Ja, dat is volgens mij nu al iets minder geworden. Dat lijkt ze nu onder controle te hebben, maar het weekend is nog niet voorbij, hè? Dus ja, alles kan nog. Ja, ik had eigenlijk wel verwacht dat misschien iets tijdens een sprintrace, omdat ze volle bak gaan natuurlijk, dan iets te zien. Ja, maar blijkbaar hebben ze dat nu goed nog redelijk onder controle. Hoe lang rijden we nu al met die motoren vanaf 2014? Ja, goed. Dus ja, ik denk toch ook wel dat het nu onder controle moet zijn. Ja, dat zou je wel denken, inderdaad. Begin het seizoen was toch af en toe wel willen knijpen. Ja, en de samenstelling van de brandstof is natuurlijk wel veranderd, ja, toch? Okay, dat werkt wel iets mee, maar grotendeels is het hetzelfde. Ja. Laten we doorpakken op Ferrari. Ja. Die twee zijn toch best wel vaak met elkaar in gevecht, Sainz en Leclerc.
Tijdens de sprintrace was dat overduidelijk aanwezig. Die twee lieten Verstappen gewoon gaan om voor hun eigen hachje eigenlijk te gaan. Wat gaan we zien tijdens de race? Ja, ja, we hebben het op het begin natuurlijk ook al even over gehad. Maar ja, als ik Binotto was, zou ik toch wel even een goed gesprek hebben gevoerd met beide heren. Als ze Verstappen het moeilijk willen gaan maken vandaag. Want ja, als ze gewoon te veel vechten, dan verlies je te veel aan de banden. En ja, dan is de kans best wel groot dat Verstappen zegt, toedeloe, ik rij lekker weg. Dus ja, ik zou verwachten dat we het wat minder gaan zien als ze logisch nadenken. Maar ik heb het idee dat ze wel echt daarop hameren dat ze die twee gewoon willen laten vechten. En ook misschien met de stand in het achterhoofd geen keuze willen maken op dit moment. Want het scheelt op dit moment maar 12 punten of zo, ja. Als ik het goed zeg, tussen Leclerc en Sainz. Dus dat, ja, dat is ook een beetje lastig om dan te zeggen, ja, we gaan voor hem of hem. Ja, het zal misschien ook aan de pace liggen die ze laten zien. Maar ja, ze moeten niet te veel gaan lopen bakkeleien. Want dan kunnen ze in ieder geval niet winnen, denk ik. Qua strategie was het vorige week helemaal dramatisch natuurlijk. Hè? Ja, niet alleen vorige week natuurlijk. Nou, Binotto had echt gezegd van, we hebben hem gewoon naar binnen gehaald omdat we met twee auto's voor waren. Dus dan, ja, we dachten wel dat... De positie, ja. Ja. Ja, goed, ik hoop dat we dan deze race dan niet... Dat invloed gaat hebben, laat maar zeggen. Jij zegt net, het is lastig vanuit Ferrari om nu een keuze te maken. Maar volgens mij is dat niet zo heel lastig, toch? Want Leclerc is na twee keer uit winnende positie uitgevallen dit seizoen. Ja. Is over het algemeen de snellere van de twee. Ondanks dat Sainz nu echt wel aan het... ook naar de Tour aan het kruipen is. Maar volgens mij is Leclerc toch overduidelijk de snelste van de twee. En als je voor de titel wil gaan, dan moet je toch een keer een keuze maken, denk ik. Kijk, als zij nu punten van elkaar blijven afsnoepen, dan loopt Verstappen heel de tijd weg. En ja... Ik zou als ik Binotto was, zou ik gewoon een keuze maken. En volgens mij staat Leclerc tot en met 2025 zit hij vast bij Ferrari. Nou, zet dan alles op die jongen, weet je. Dat, maar... ja, misschien makkelijk gezegd. Nee, ja, je hebt een goed punt. Hè. Leclerc heeft natuurlijk echt superveel pech gehad. Ja, dat vertekent misschien wel een beetje de stand, inderdaad. Maar ja, je wilt toch ook niet iemand weer ontevreden maken of zo. Dat zorgt ook weer voor frictie. Tuurlijk. Natuurlijk. En ze moeten wel samen blijven werken. Hè. Tuurlijk. Red Bull deed het toch ook niet in Monaco? Nee, precies. Het is ook een beetje per race afhankelijk. Maar ja, als zij nu tegen Sainz zeggen van ja, jij blijft altijd achter hem, dan ja, denkt Sainz ook van... Nee, precies. Rot op. Maar... Perez heeft af en toe pas op de plaats moeten maken omdat Verstappen voorbij kwam. En nou ja, dat soort keuzes kan Ferrari natuurlijk wel nemen. En nou, je zag het ook vorig jaar of de jaren ervoor dat Mercedes koos ook altijd voor Hamilton als puntje op paaltje kwam. Ja, zoiets zou Ferrari denk ik moeten doen, willen ze de kans op de wereldtitel houden. Ja. Ja, ik denk het ook. Het is ondanks dat het leuk is, hè? Leuk is dat die twee vechten. Ik vind het geweldig. Toch niet als gisteren. Nee, dat vooral. Ja, ik kan er wel van genieten, hoor. Kom maar. Ja, ik zie het ook het liefste. Maar ja, als ze slim zijn, dan doen ze het anders, denk ik. Ja, precies. Ja. Ik wil meer samenwerken, inderdaad. Ja. Qua pace zit ze hartstikke dicht bij elkaar. Verstappen in de Ferraris. Ja. Hadden ze gewoon samengewerkt. Dan hadden ze een beetje, misschien nog wel kunnen we vechten voor de overwinning in de sprintrace. Ja. Maar nu vechten ze tegen elkaar. En toen kon Max met twee vingers en neus... Ja, daarom dus als ze slim zijn, doen ze dat vandaag wel. Maar ja, ik betwijfel het. We houden de chat ook nauwlettend in de gaten. En Miraf zegt, wat is jullie mening over het circuit van Zuid-Afrika? Daar wil ik gelijk op doorpakken. Want de afgelopen week is er veel in de nieuws geweest omtrent de voorlopige 2023 kalender. Spa zou er niet opstaan. Paul Ricard zou er niet opstaan. Waarom willen ze Spa daar weghalen? Weten jullie dat? Geld, denk ik. Echt met geld te maken. Want jullie hebben allebei gereden daar, toch? Ja. Is het een leuk circuit om te rijden? Dat is wel fantastisch. Het hoort natuurlijk ook een beetje bij, weet je wel, bij de Formule 1. Ik vind Spa is een race, die hoort erop. Monaco is een race, die hoort erop. Silverstone. Ja, laten we wel een klein beetje de banen die echt al zo lang zijn ook behouden, vind ik. Want Zuid-Afrika, daar is Stefano Domenicali heel druk mee bezig, hè, om die deal rond te krijgen. Daar hebben we vroeger ook al gereisd. In principe hoeft er ook niet heel veel veranderd aan te worden aan die baan. Want die is ligt in principe al. En dan België lijkt dan het kind van de rekening te worden. Is dat de trend dat wat meer global domination van de Formule 1 nu gaande is? Hè? We zitten heel veel in het oosten, Midden-Oosten. We zitten in Amerika tegenwoordig. Is dat tegenwoordig veel belangrijker dan de oude circuits behouden? Ja, misschien wel. Maar goed, weet je, Paul Ricard bijvoorbeeld een baan. Ja, ik denk niet dat er heel veel mensen rouwig om zijn dat hij van de kalender afgaat. Maar ja, Spa voor de echte Formule 1-fan. Ja, het is wel Spa. Ja, ze hebben daar wel veel aangepast aan het circuit, ook voor MotoGP en dergelijke.
Ja, ik zie het liever ook niet snel verdwijnen. En het is lekker dicht bij de deur, toch? Ja, het is toch ook wel weer een soort van thuisrace of zo, ja. Toch? Ja. Letterlijk. Want, ja, ja. Wat je terecht zegt, dat circuit hoort in de Formule 1. Net als Monaco, dat hoort er ook bij. Maar je ziet dat de eigenaren van de sport daar toch minder belang aan hechten. En nou ja, als zij een betere deal krijgen ergens in het oosten van de wereld, ja, dan gaan zij daar vaak voor. Dus ik kijk er niet van op als Spa zou verdwijnen, hoe jammer ik het ook zou vinden. Maar ik zou er niet van opkijken. Welke circuit zouden dan wel van jullie, als je nu even mag bepalen, nou goed, daar gaan we rijden, daar niet. Ik zie bijvoorbeeld mensen in de chat zeggen Monaco. Die mag van mij weg. Ja. Voor de uitzending hebben we het erover gehad. Je zegt Monaco is geweldig. Ja, Monaco is gewoon bijzonder. Ja, ik vind vooral die kwalificatie op zaterdag, ja, is toch vet. Uniek. Weet je wel, iedere coureur die woont daar zo'n beetje, die rolt vanuit zijn eigen huis zeg maar naar de auto toe. Ja, ik vind dat wel bijzonder. Maar heel veel mensen zien het ook als een soort van optocht. Ja, op zondag wel. Ja. Ja, op zaterdag vind ik het juist een van de mooiste momenten van het hele seizoen. Je wil dat iedereen er zo dicht op zit op de limiet, langs de vangrail. Ja, ja, hoort toch ook bij de Formule 1? Ja, Monaco is gewoon Formule 1, ja, zeg maar. Ja, zonder dat Spa ook Formule 1 is. Of ja. Silverstone ook Formule 1. Dat vind ik Monaco ook. Hebben jullie ook minder met een ander circuit waarvan je zegt, nou, Joey? Paul Ricard. Ja, Paul Ricard. Daar vind ik iedereen wel over eens. Ja. Ja. Gekke lijnen. Ja, dat is een circuit wat 52 layouts heeft, volgens mij. Met verschillende dingen. Maar is er een ander circuit naast Paul Ricard waarvan je zegt, oh, we die kunnen skippen, prima? Dat is een beetje de nieuwe circuit dan. Kijk, Jeddah, maar daar hebben we nog niet zoveel mee. Nee, maar die hebben ze helemaal opgebouwd. Speciaal voor de Formule 1, dus het zou een beetje zuur zijn om die. Nou, voor 2 jaar gaan ze toch weer naar een ander circuit, dus. Ja, toch? Die gaan ze niet naar Riyadh of zo? Ja, ze willen overal tegenwoordig. En vooral in het Midden-Oosten en dergelijke. Ah, ik snap dan bijvoorbeeld niet dat we 3 races hebben dadelijk in Amerika. Dan denk ik, ja, dat snap ik wel. Je gaat naar Zuid-Afrika om het te globaliseren of zo, dan, zeg maar, zoals jij net zegt. Ja. En dan ga je 3 races in hetzelfde land rijden. En denk van, ja, dat 2 begrijp ik nog, maar 3... Amerika is natuurlijk wel een hele grote afzetmarkt qua sport. Ja, tuurlijk. Ik begrijp het commercieel gezien ook wel. Maar gewoon puur voor de fans denk ik van, ja, dat... Het rijdt niet met bijvoorbeeld Spa dan verwijderen, zeg maar. Ja, dus toch krijgen ze best wel veel vanuit die Drive to Survive-serie van Netflix. Dat is in Amerika. Mexico begint het ook allemaal wel echt nu te pompen. Dus daarom denken zij, we gaan gewoon in Amerika volle bak. Tuurlijk, groot gelijk, toch? Daar zit nu een hele groeiende fanbase. Ja. Ja, kijk, je hebt dan straks een race in Miami. Je hebt er eentje in Kota natuurlijk en eentje in Las Vegas. Ja, dan heb je wel een groot gedeelte van het land gelijk gecoverd. Ja. Ik snap het wel. Maar jij zei net over circuits die mogelijk mogen verdwijnen weer. Dan denk ik, ja, bijvoorbeeld Qatar bijvoorbeeld. Het is misschien wel een leuk circuit, het ziet er leuk uit. Maar dat vind ik dan zo weinig toevoegen. Daar mag voor mij dan wel een andere circuit voor komen. Ja, kijk, waarom denken we over Spa om het te laten verdwijnen? Terwijl Qatar dan nog op de kalender staat, bij wijze van, weet je. Dat... Ja. Sowieso, die races in dat soort landen vind ik altijd een beetje twijfelachtig, zeg maar. In Saudi-Arabië, Qatar... Ja. Waar ze toch niet zo super nauw nemen met mensenrechten. En als je niet oplet, een raket voor je neus neervalt. Ja, dat was wel aan de orde, dat klopt. Ja, ja, dan denk ik van, blijf lekker op Spa racen in plaats van dat soort ongein, zeg maar. Ja, ik was met die opbouw van het circuit in Saudi-Arabië. Toen lag er nog helemaal geen asfalt. En toen moest het over 3 weken moest het allemaal gaan gebeuren. Maar daaromheen is gewoon 1 grote zandbak... Ja. Ze bouwen wel een evenementenlocatie. Ze hadden echt, nou, Justin Bieber, Gaga, weet ik veel wat. Allemaal topartiesten om het maar een beetje te vermaken. Maar er is geen sfeer. Nee. Als je hier in Oostenrijk kijkt, volle bak sfeer. Ja. Al die oranje fans gaan helemaal gek. Spa wel een paar bakjes op, maar alsnog, weet je. Ja, dat kan je dus niet. Klopt. Nee, maar de sfeer is best wel bepalend ook natuurlijk. Hè. Ik bedoel, zo'n Grand Prix van Zandvoort, dat krijg je nergens. Ja, nee. Dan merk je echt dat we fans zijn. Hè? Ook in Groot-Brittannië natuurlijk. Hè? Daar heb je echt die echte fans. Maar... Hongarije, weet je wel, noemt allemaal wel op. Ja. Ja, dat is wel wat we nu moeten gaan inleveren. Als we naar die zandbakken gaan. Of Amerika zijn ze ook wel een beetje. Ik bedoel, het leeft daar ook wel. Maar IndyCar, of NASCAR, whatsoever, is daar nog veel belangrijker natuurlijk. Maar ja, goed, ze proberen het wel meer. Maar denk ook aan een land als Duitsland. Hè? Daar rijden we nu ook niet. Nee, dat is een heel groot autoland. En we hebben een paar coureurs die er vandaan komen. Dat hoort er ook bij, vind ik. Toch? Dat moet zo wel terug. Eigenlijk moeten we gewoon naar een kalender van 35 wedstrijden. Gewoon 52 tegen elk weekend. Geen pauze. Maar ja, dat is nog niet te doen. Meerdere coureurs.
Meerdere, ja, dat kan bijna. Je hoort nu al best vaak geklaagd, toch? Over ja, dat de kalender uitpeilt en het allemaal veel te druk is. Ja. Dus ik denk, ja, maar Dominicali zegt volgens mij, we kunnen naar 30 races toebouwen. Ja. Als dat hem ligt wel, ja. Maar dan moet er veel veranderd worden. Maar hij ziet die dollartekens voorbij komen. Ja. Heb je een zomerseizoen en een winterseizoen. En in de winterseizoen ga je naar de zandbakken. En is daar warm genoeg. Ja. 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 Twee teams, twee rijders, of het is het vier rijders. Ja, we lopen ver voor, inderdaad. Nou, Brian, jij ging deze week op pad om er in een gesprek te gaan met Michel Bleekemolen over de race. Nou, wat er allemaal nog in Groot-Brittannië gebeurde en wat hij verwacht van dit weekend. Ja, goed, Michel. Leuk. We zijn vandaag op de kartbaan in Amsterdam. Dus ja, we horen hier lekker de ronkende motoren voorbij komen. De nieuwe Verstappers, hè? De nieuwe Verstappers, die zijn hier druk aan het trainen. Ja, en een mooie ideale plek om weer een keer bij te kletsen met jou over het seizoen, over wat we kunnen verwachten de komende races, over wat we gezien hebben. Dus laten we maar vooral beginnen met afgelopen weekend, de Grand Prix van Silverstone. Ja, het was wel weer een race om van te genieten, hè? Ja, het was absoluut heel bijzonder. We hadden natuurlijk op een gegeven moment weer een nieuwe race. En door de safety car en ja, was natuurlijk een beetje een rare situatie. Met de start. Een rare, nare en niet nodige situatie. Dus ik denk ook dat daar wat aan gedaan moet worden. Want wat Russell deed, dat moet je toch zien te voorkomen. In allerlei klasses zijn steeds van dat soort aanrijdingen. En je hebt maar heel weinig nodig. Je krijgt een heel licht tikje op het achterwiel. En dan gaat het in het kwadraat, wordt dat slechter. Want je draait om en ja, we zien het wat er gebeurt. Ja, wat zou daaraan gedaan kunnen worden dan? Nou ja, ik rijd net op snelweg en als er een auto links naast me rijdt en ik wil naar links toe, dan gaat mijn auto piepen. Dus het zijn zeer simpele dingen om even een rood lampje op het dashboard, dat je niet van je lijn af mag wijken. En wat Russell deed, is natuurlijk niet fair. Die knijpt hem af. Ja, dan gaat er iets gebeuren. En dat zou je kunnen bewerkstelligen. Zolang dat lampje rood is, mag je niet van je lijn afwijken. We zagen ook Sainz na de start Max helemaal de muur indrukken. Op een gegeven moment ging hij maar niet verder, want dan escaleert het absoluut in een ongeluk. Maar ja, mag je dat zomaar doen? Ze zijn overal met dingen bezig, maar ik vind dit wel een heel belangrijk aspect. Dat vind ik veel belangrijker dan al die nieuwe dingen die ze de laatste jaren in het reglement hebben opgenomen. Ja, dat is echt simpel afwijken van de lijn, daar moet iets aan gedaan worden op een bepaalde manier. Ja, we mogen ook maar één keer van de lijn afwijken op de rechte lijn tijdens een race. Dus ik vind het niet zo gek en met name na zo'n start, het liep nu goed af, maar ja, het kan ook heel, heel verkeerd aflopen. We hebben Hamilton op het podium gezien, we hebben hem zien strijden misschien wel om de overwinning. Als er geen safety car was gekomen, was het dan anders afgelopen, denk je? Nee, ik denk het niet. We moeten niet vergeten, er waren een aantal rijders niet meer in de race. Er reden rijders met een halve auto, met zowat drie wielen rond. Dus ja, ik denk niet dat hij nog snel genoeg is op dit moment. En ik zie hem ook niet zomaar sneller worden. Ja, was het dan, ja, hij kwam al mee met de Ferrari's. Was het dan gewoon puur lachend aan het circuit? Hadden ze de motor iets verder opgeschroefd of verwacht jij dat Mercedes toch? Ja, wellicht is de motor, is de mapping wat opgeschroefd. En het is ook zo, het was halverwege een race, hè. Dan komt hij er ineens bij door de safety car. Dus dan zijn de banden ook van belang. Hoe is ermee gereden? Hoe lang zitten ze erop? Dus als ik zeg, ze gaan gewoon van start en ze doen even niks, dan kan hij het niet bijhouden. Nee, dus de Hosanna-stemming rondom Mercedes kan wel iets minder. Wat dat moet eens iets temperen, want dat gaat niet lukken, denk ik. Ja, we hebben natuurlijk in aanloop naar de race, Olaf Mol zei het volgens mij wel goed, ook weer heel veel typische Britse persdingetjes gezien. We hebben het gedoe gehad rondom Nelson Piquet. Hoe heb je daar tegen aangekeken? Ja, ik vind de straf die Nelson heeft opgelopen, ja, wel heel erg zwaar. Dat is een ding wat bij hem in het land nog wel vrij makkelijk wordt gezegd. En ja, de FOM, de FIA, die zijn natuurlijk allemaal bang voor negatieve publiciteit. En die willen dat ze zoveel mogelijk natuurlijk inperken en niet hebben. En ja, dan publiekelijk iemand toch wel meteen links afsturen. Vind ik eigenlijk jammer.
Want ja, is toch ook een icoon. Die moet je niet zomaar gaan mijden op zo'n circuit. Geef hem een reprimandum en dan heb je ook je doel bereikt. Ja, dat is met een, gewoon een goed statement had het ook wel afgedaan. Ja, ik denk het wel. Het is jammer dat dat zo... En we mogen tegenwoordig niets meer zeggen. Natuurlijk moeten we dat soort uitspraken moeten we sowieso niet meer hebben. Nergens niet, in de openbaarheid niet. Dus, en ook niet intern. Daar moeten we vanaf. Maar ja, goed, het was zo. Max, laten we het daar even over hebben. Als we toch van meneer Piquet afkomen. Een lastige race achter de rug, laten we het zo zeggen. Hoe kun jij dat als coureur uitleggen hoe het dan is om met een kapotte wagen toch nog zo'n eind te komen zoals Max heeft? Hij werd natuurlijk gelukkig een beetje geholpen, maar ook niet geholpen door de safety car. Hij gaat altijd door. Als er drie wielen aan hadden gezeten, was hij à la Villeneuve vroeger met de Ferrari, was hij misschien ook door gaan rijden. Want Max is natuurlijk gewoon een bikkelharde racer en die wil gas geven en ja... Dat hij ineens niet meer op kop kan rijden. Dat begrijpen we met al die handicaps die hij had. Dus heel goed dat hij het deed. Heeft Ferrari geblunderd naar jouw idee met de pitstop? Ja, ik vind dat ze iemand anders moeten aanstellen die daar de strategie doet. Die begrijpen het niet, die snappen het niet. Ik snap ook nog steeds niet dat hij op zijn plek zit daar. Ze moeten gewoon iets doen. Want Monaco ging het fout. We hebben nu een paar keer foutjes gezien. Het is zo belangrijk, die strategie. Wanneer ga je wisselen? Wanneer doe je dit? Wanneer doe je dat? En zonde. Ja, denk je dan met die achterliggende gedachte dat Leclerc het Verstappen nog moeilijk kan gaan maken in het wereldkampioenschap? Ja, ik heb het idee, Max is in zo'n topstaat, dat wel heel moeilijk zal zijn. Maar het zal ook van de circuits afhangen. Maar ik denk dat Max gewoon, die wordt volgens mij wel kampioen. We moeten opletten dat we dit soort dingen niet hebben. Dat is altijd een gevaar. Zo'n race als afgelopen weekend, ja, dat kan nog drie keer gebeuren. Er kan nog van alles gebeuren. Max kan uitvallen, dus je weet nooit. Maar theoretisch gezien, na de krachtsverdeling, wordt Max wereldkampioen. Ja, wat voor cijfer zou je Verstappen op dit moment geven hoe hij dit seizoen tot nu toe rijdt? Ja, dat is een 10. Ik zie hem geen fouten maken eigenlijk. Ja, dan hebben we het over Leclerc gehad. Maar we hebben natuurlijk ook nog Checo aan de andere kant. Die heeft ook meermaals uitgesproken dat hij wel het ziet zitten om mee te doen om de titel. Zie je dat gebeuren? Zie je misschien vuurtjes ontstaan bij Red Bull? Of relletjes? Of onderlinge strijd? Ja, er zal onderling wat strijd zijn. Maar Max is altijd weer die paar tiende beter. En dat zal ook in de race gebeuren. En het kan wel eens andersom zijn. Hè, door de strategie, door de banden, door dit of door dat. Dat hij even sneller is. Maar ik denk het niet. Ik denk dat Max hem altijd aan zal kunnen. We mogen alweer toeleven naar de volgende Grand Prix. En dat is voor veel Nederlanders natuurlijk een hele leuke race vaak. De Oranjezee van... Het thuiscircuit, hè? Ja, van Oostenrijk. We kennen hem inmiddels goed natuurlijk. Wat zijn je verwachtingen van... dat weekend? Dit is ook weer typisch zo'n baan die Max wel wil. Hè. Dat is daar zit van alles in. Niet heel erg lange rechte stukken, maar allerlei soorten bochten. Hè. We hebben ook een bocht aan het einde van het rechtstuk boven. Ga je rechts naar beneden en dan ga je linksaf. Daar heb je een off-camber. Hè. Daar gaat de buitenkant van de bocht die gaat naar beneden toe. Dat zijn allemaal lastige punten. Ik heb er veel gereden. Je zit altijd een beetje te zoeken naar krip. Maar dat is juist wat Max nodig heeft. Hè. Daar kan hij zijn onderscheid maken. Dus ik zie Max daar... je zou bijna zeggen fluitend winnen. Maar dat mag je niet zeggen, want het is altijd nog wel moeilijk. Maar die gaat wel winnen, denk ik. Ja, wat verwacht je voor top 3 dan? Om het even verder dan Max... Denk ik Max' teamgenootje wordt derde. En Leclerc wordt tweede. Ja, geen gestuntel van Italianen dit weekend aan de binnen. Nee, ze leren wel natuurlijk. Ik denk dat daar op maandagochtend ook wel uitvoerig over gesproken is. Maar ja, dat is al een paar keer gebeurd. Dus ze grijpen nog te weinig in eigenlijk. Dan gaan we nog even van Oostenrijk naar de volgende Oranjezee. Die we over 2 maanden natuurlijk gaan zien. De Grand Prix van Zandvoort. Dat wordt ook weer een enorm feest geloof ik, hè? Ja, er mogen nu wat meer mensen komen natuurlijk. Het is fantastisch hoe het gedaan is. Ik hoor de hele dag, hoe moeten we het evenaren of verbeteren? Nou, ik zou het niet weten, want alles was goed.
de routes daar naartoe. Alles was zo perfect georganiseerd. Dat het was eigenlijk te mooi om waar te zijn. En dan Max natuurlijk winnen. En ja, een mooi evenement. Dus het zal het weer worden. Maar een weer worden bedoel ik niet. Of de regenbui naar beneden komt. Maar dat zou nog een beetje minder zijn als dat gebeurt. Alhoewel, als Max dan wint. Iedereen neemt wel een poncho mee. Dus dan gaan we naar een regenrace kijken. Dus alle GP-fans die op dit moment kijken, die aanwezig zijn in dat weekend, die kunnen met veel vertrouwen richting Zandvoort. Ja, het is, laten we hopen dat we niks met corona-achtige situaties mee gaan maken. Maar dan wordt dat een heksenketel. Het dorp is te klein, denk ik, 's avonds. En ja, het wordt wel heel apart. Helaas ben ik er zelf niet bij, want ik moet racen in Kroatië. Ja. Dus, maar ik ga het op afstand. Ja, ik vind het heel jammer. Ja. Ik zit zelfs nog te twijfelen of dat. Maar zelf race blijft lukken. Het dorp is te klein. Mooie woorden voor Zandvoort. Ik denk ook wel, het gaat echt gekke huis worden, toch? Ja. Grand Prix van Zandvoort. Het wordt nog gekker dan de vorige keer. Meer mensen, nog meer gezelligheid. Dat is toch leuk. Ik heb er zin in. Hij zegt ook, Max maakt nul fouten. Is dat waar? Nou ja, hij is wel in de vorm van zijn leven, hè, toch? Verstappen. Ik bedoel, je ziet dat, dat het kampioenschap vorig jaar heeft wel heel veel rust gekeerd. Waardoor hij denk ik nog beter is geworden. Maar binnen Red Bull is de één onbetwiste nummer één. Dat is Verstappen natuurlijk. Dat merk je in alles, ja. Gevoel heb je ook van dat hij nu, als er niks geks gebeurt, dat hij hem gewoon pakt, toch? Ja. Pakt gewoon de winst. En Bleekmolen zei ook, Verstappen staat altijd boven Perez. Ja. Ja, alleen Monaco niet, toch? Of... Nee, maar gewoon ook in het team, denken jullie, dat, dat Max nog steeds altijd de eerste coureur is? En dan, 100%. Ja. Al willen ze Perez natuurlijk ook de kans geven als hij het afdwingt. Zoals in Monaco, ja. Toen werd het natuurlijk ook wel makkelijker gemaakt dat Sainz nog tussen ze inreed. Ja. Anders had ik het ook wel willen zien wat er was gebeurd als Verstappen achter Perez zat. Maar ja, volgens mij is er gewoon inderdaad één onbetwiste nummer één. En ja... Hij heeft contract tot 2028, dat het hele team is omheen gebouwd. Ja. Maar hij is zelf dan ook een stuk rustiger dan inderdaad. Want je zegt, het kampioenschap is al binnen. Dat heeft hij altijd al gezegd. Van, nou goed, als ik hem binnen heb, dan zien we wel. Ja. Misschien stop ik er daarna wel mee. Heel veel mensen vonden dat niet leuk dat hij dat zei, merkte ik op de website. Maar hij doet lekker zijn ding nu. Ja. En Perez zie je ook, die is echt wel belangrijk voor het constructeurskampioenschap. Hè? In Groot-Brittannië werd hij natuurlijk gewoon tweede. Kijk, als Verstappen zijn dag dan niet heeft, of met een beschadigde auto rondrijdt, dan staat Perez er wel. Dus ik denk dat Red Bull heel erg gebaat is bij twee hele goede coureurs. Ja. En gisteren ook trouwens, hè? Starten vanaf P13. Mag ik daar nog heel even over hebben trouwens. Misschien is dat wel goed voor jullie. Zijn track limits werden afgenomen omdat hij... Of zijn rondetijden werden afgenomen omdat hij track limits had in Q2. Maar in Q3 was al bezig. En toen kwam dat pas aan het licht dat hij in Q2 over de baan ging. Ja, ik denk dan echt, sorry hoor, maar daar heb je kans gemist. Ja, dat is wel goed slecht. Heel zuur vind ik dat. En daar kan je toch ook als VIA eigenlijk niet goed praten. Ja, nee, we zagen dat je daarvoor... Maar je mocht wel door, hoor, je mocht wel doorrijden. Ja, maar ze zeiden dat ze te veel incidenten hadden op dat moment die ze moesten verwerken. Hè? Ja, dat het maar daardoor... sorry. Het is geen goede reden, ik ben het met je eens. Maar dat was voor hun... Moet gewoon een sensor zijn, langs de baan, klaar. Ja, precies. Ja. En wij zagen het allemaal op televisie toch al, dat de rest of grint, dat weet ik veel wat. Ja. Maar een beetje steggelen, ja, het klinkt een beetje stom. Ik bedoel, iedereen heeft zich aan de regels te houden. Maar ja, ik denk echt kans gemist. Ja, jammer dan. Ja. En dan kun je, dan hadden ze dat maar moeten zien op dat moment. Ik bedoel, Had al gewoon achteraf gezegd, weet je, Perez, je hebt mazzel. Weet je, voor deze keer zien we door de vingers. Ja. Maar nu benadeel je Gasly ook. Ja. Want die heeft geen rondje kunnen rijden in Q3. Ja. Ja, maar dat je alle andere teams, Mercedes en Ferrari, hadden er weer over gedoken. Van ja, hoe kan het nou? Track limits is track limits. Ja. Dus, gekkenhuis. Sensors inderdaad is de oplossing. Ik zie een duimpje ergens. Dion, wat is er gaande? Verschoren, gewonnen. Ja, dat is goed. Sorry mensen, ik weet dat deze uitzending samenvalt met de Formule 2 race. Maar Verschoren heeft hem gewoon gepakt. Ongelooflijk. Ja, spoiler voor mensen die misschien nog terug willen kijken. Precies. Ja, dan sorry. Bij deze. Nee, maar top. Ja, het is heel knap, want meestal gevoelsmatig kon hij niet altijd echt meerijden met de rest van het team. En dan pakt hij hem dan nu wel. Dat is wel knap. Op de Red Bull Ring. Met alle Nederlanders. Ja. Zo vet. Gekke uit. Ja, mooie opening van de dag. Zo. Ja, wat valt jullie trouwens... volgen jullie het Formule 2 seizoen nog een beetje? Ja, wanneer ik kan, dan volg ik het wel. Wat is je opgevallen de laatste tijd?
Nou, niet zoveel toch? Maar misschien Nissani of zo. Ja, oké, okay, Nissani, maar valt dat op? Nee, ja. Het was toch wel een beetje vreemd vorige week. Oh ja, ja, kijk, ja, die sausage curb zijn misschien natuurlijk wel een keer naar vervanging toe. Ja. Ja, gewoon misschien de hele misschien niet nodig als je gewoon, weet je wel, gewoon even nadenkt voordat je zo'n cursor in neerlegt. Bizar zeg, ja. Monza heb je natuurlijk ook bocht 1 en 2. Ja. Kan ook iets fout gaan op de rem, ga je daar overheen, word je ook gelanceerd. Ja. Maar Kroos dus zag je natuurlijk. Crash tussen Max en Hamilton, ja, kwam ook door die sausage curbs. Ja, dat, wat moeten ze daar doen dan? Weghalen. Gewoon helemaal weg? Ja, dat is een levensgevaar. Waarom maak je daar niet gewoon gras? Waarom maak je daar niet gewoon gras of grind, weet je wel? Dan gaat er niemand meer echt. Dan heb je er geen voordeel van. Die curbs zijn er vooral voor de supportklassen, zoals Porsche Supercup of zo. Mm. Die auto's kunnen veel meer curb meenemen als formuleauto's. En ja, je kunt die curbs niet in één keer weghalen van de Porsche Supercup race naar de Formule 1 of 2. Maar ja, ik denk dat je daar nu al gewoon een cursus in moet maken. Ja, ja, dit is echt belachelijk hard toch als je er overheen gaat. En je wordt echt gelanceerd. Ja, het zijn inderdaad gewoon rems. Passagier, je bent gewoon passagier, jij kunt niks. Dus wel of niet weghalen, wat zeggen jullie? Ja, wel gewoon weg. Ook gewoon sensors, overal sensors. Ja. Dan kun je echt nergens meer steken. Nee. Laatste nieuws krijgen we nog binnen op de GP Fans app. Dat er, ja, ik had hem net bij me, dat er iets gaande was met... Formule 1 grijpt in naar meerdere klachten over onaanvaardbaar gedrag. Dat mensen toch last hadden van de intimiderend gedrag op de Red Bull Ring. Zou dat dan fans zijn die... sommige fans die zijn dus... Ja, op elkaar aan het intimideren of zo. We hadden het vanochtend al een beetje over het boegroep en dergelijke. Tussen de twee fangroepen, moeten we dan maar zeggen. Kamp Hamilton en Kamp Verstappen. Gaat toch nergens. Zijn ze onderling, zeg maar. Ja, er wordt geschreven omtrent racistische uitlatingen. Grof taalgebruik en andere beledigende opmerkingen. Dat kan toch niet? Dat past echt niet bij Formule 1. Dat past echt niet bij de sport, vind ik. Je moet niet straks krijgen dat je een uitvak hebt en een thuisvak. Nee, precies. Dan krijg je van die voetbaltaferelen. Terwijl... Ik ben volgens mij in 2012 een keer voor de eerste keer naar Valencia geweest. En toen dacht ik echt van, wow, gewoon Ferrari, Red Bull. Iedereen loopt door elkaar heen. Het is gewoon een feest voor iedereen. Maar wint die een keer, dan wint die een keer. Maar maakt niet uit. Tuurlijk heb je je favoriet. Maar zo moet het gewoon blijven. En dit is gewoon echt een hele slechte trend. Ja, kan echt niet. Nee. Wees gewoon fan van de sport. Ja. Precies. Ja, gevoelsmatig was dat eerst ook wel een beetje daar. De Formule 1, dat je was gewoon fan van de sport. En je was natuurlijk wel voor een coureur. Maar in de laatste tijd, omtrent veel racisme komt aan het licht. Ik vind dat echt, kan niet, kan echt niet. Dat is gewoon kansloos. En nergens niet, hè? Niet alleen in deze sport, maar ook gewoon waar dan ook. Maar je ziet, kijk, Formule 1 groeit natuurlijk, hè? Ook aan fanbase. Je ziet gewoon, er komen heel veel groepen mensen bij. En dat is alleen maar, daar is de sport bij gebaat. Maar dan heb je dus ook dit. Dan gaat dit dus ook gebeuren. Ja. Daar waar het voorheen misschien de sport was echt voor alleen liefhebbers. Gaat dat groeien, dat wordt natuurlijk veel meer mainstream. En dan heb je dus dit, helaas. Ja, bizar. Mensen in de chat zeggen voetbaltaferelen, maar daar ben ik het ook niet mee eens. Mag gewoon niet. Nee. Hoe dan ook in de voetbal. Hoort het eigenlijk niet. Nee, ja, maar ze vergelijken het een beetje, denk ik, met voetbal. Ja, maar je hebt een thuisploeg en een uitploeg. Maar ook dat is gewoon schreeuwen, laat maar zeggen. Je hebt al die heftige fans. Maar die doen het lekker in de bos of zo. Lekker met het bos uitrechten. Heeft ook niemand last van. Heeft ook niemand last van. Dat vind ik ook een goede oplossing. Laten we het over leukere zaken hebben. De Grand Prix van deze middag. Wat verwachten we ervan, Joey? Nou ja, ze zitten wel dicht bij elkaar. Maar ik hoop een beetje kopie van de sprintrace. Max, Leclerc, Sainz. Zal niet zo heel veel gebeuren. Wel in het middenveld en het achterveld. Met drie DRS-zones achter elkaar. Zal er wel veel gewisseld worden. Veel inhalacties, kunnen we verwachten. Maar ook veel treintjes of... Ja, zo'n DRS-trein worden. Er eentje voor. Ja. Dus iets wat we gisteren zagen met Hamilton en Schumacher, dat krijgen we wel wat meer te zien. Ja, denk ik wel. Ja. Ja, misschien ook wel tactisch. Kijk, als je natuurlijk die twee Ferraris voorin hebt en Perez is misschien niet helemaal capabel om er mee te gaan. Weet je wel, misschien krijgt Ferrari het nu eindelijk een keer voor elkaar om tactisch. Goed te zijn. En daardoor Red Bull uitschrijven. Je moet niet te veel gaan vragen. Nee, precies. Ja, dat is, ja, op het moment dat ik zei misschien tactisch Ferrari, toen dacht ik van ja, laat het maar. Ja. Maar ja, ik denk ook wel dat het tactisch schaakspel wordt voor hem.
Ja, dat is waar. Vorig jaar zag je dat heel erg, hè, tussen Mercedes en Red Bull. Dat het ook qua tactiek, strategie was echt best wel key. In dit geval, de Italianen, die maken er gewoon een potje van. Georganiseerde chaos. Dat is het echt. Zo van, nou, oké, kom toch maar naar binnen of niet, weet je wel. En dan zegt hij, oh, ik ben al binnen. Ja, stay out. Het is echt, ja, het is echt belachelijk. Waar gaan we wat meer actie zien, denk je, Remy? Ik hoop toch tussen de Ferraris. Kijk, ik hoop dat daar wel... niet dat ze met elkaar van de baan afvliegen, maar ik hoop wel dat daar iets gaat gebeuren. Kijk, je hebt natuurlijk Leclerc op 2 en Sainz op 3. Ze kunnen met z'n tweeën Verstappen gaan aanvallen. Ja, laten ze dat dan ook gewoon goed uitspelen. Dus ja. Ik vraag me af wat er gisteravond besproken is bij Ferrari om vandaag te laten slagen. Daar kijk ik dan uit. Of dan toch tegen onderling gezegd is van jongens, dat moet meer als een team. Ja. Of ga voor je eigen... kampioenschap, want ja, Verstappen die rijdt zo weg. Ja, misschien een beetje een open deur, maar veel zal ook wel van de start afhangen, denk ik. Als bijvoorbeeld Leclerc daar voorbij komt bij Verstappen, dan krijg je weer een hele andere race te zien natuurlijk. Dan moet Verstappen in de aanval, maar als hij hem bij de Ferraris achter zich kan houden, dan denk ik wel dat Joey's voorspelling een beetje uit gaat komen. Dat voorin niet al te spannend wordt. Als Ferrari ook slim is geweest en heeft gezegd van niet te gek doen, gewoon... Ja. Normaal rijden en probeer Verstappen bij te blijven. Nou, je zegt de open deur. Gisteren was het voornamelijk een gesloten deur. Want Verstappen ging helemaal... Die zette hem helemaal dicht, hè? Ja. Dat is wel mooi om te zien. Ik vind het echt prachtig. Ja, dat je dan weet te counteren. Dat kan hij wel goed, natuurlijk. Ja. Dat deed hij ook bij Schumacher vorige race een paar keer. Ja. Zat hij ook nog een beetje over te klagen. Ah, wel echt tot de limiet was het toen. Het was wel op het randje misschien een beetje wat hij daar allemaal deed. Maar hij maakte wel duidelijk van... Probeer maar, u komt er niet langs. Nee. Pak nou maar gewoon je punten die je kan pakken. Als je mag wilde buitenom bij Verstappen er langs. Ja, dat gaat hij natuurlijk nooit toelaten. Dat gaat hij nooit doen. Moet je net dan maar samen eraf, denk ik. Maar, ja, ook de laatste ronde, laatste bocht. Ja. Toch nog proberen. Ja, het is bizar. Verstappen weet natuurlijk ook wel. Hij was achtste toen. Hè. Dan, die weet ook wel, Schumacher... Hij wil zich bewijzen, maar hij wil ook die punten hebben natuurlijk. Tuurlijk. Die gaat ook niet alles of niks... Hey, laat in de chat ook even weten wat jullie denken dat er vandaag gaat gebeuren. Bent, gaan we nog een verrassing zien vandaag? Met een coureur die denkt, ik ga even iets doen, iets leuks. McLaren, gaan we daar nog iets van zien? Of denk je, nee, dat is gewoon... Blijft het droog, sowieso? Is het... Volgens mij, wat was het net? Was volgens mij aan het begin van de week, zoals zondag misschien wat regen. Ja, volgens mij is dat wel redelijk opgetrokken. Ja. Ja, wellicht Ricciardo op podium, wie weet. Safety carretje. Ja. Gebruiken. 10 uitvallers. Gaat hij überhaupt nog iets doen dit seizoen? Ach, ik hoop het wel. Ik denk dat iedereen het hem ook wel gunt. Ja, toch? Ik bedoel, het is wel een sympathieke vent. Alleen, ja, die auto ligt hem denk ik toch niet helemaal. Nee, maar de Renault lag hem ook niet. Of het einde wel. Het is gewoon een beetje hij heeft heel veel tijd nodig gehad ook om in die Renault pas snel te zijn als Ocon. Maar op het einde reed hij hem natuurlijk ook wel goed. Ja, we moeten hem toch wel een beetje credit geven natuurlijk. Nieuwe auto's ook dit jaar. Dat heeft dan niet per se met het team te maken, maar het zijn allemaal gewoon nieuwe auto's. En hij heeft daar gewoon iets meer moeite mee. Je ziet dat Norris veel meer in dat team zitten. Veel meer contacten. Misschien gewoon... wel gewoon rijstijl, weet je wel. Dat er gewoon een bepaalde manier is hoe Ricciardo rijdt en hoe Norris rijdt. En dat past gewoon beter bij zo'n auto, ja. Ja. Ja, dat is wel zo. Ik zie dat de mensen in de chat zeggen dat er toch wel een gevecht ook nog gaat komen tussen Schumacher en Magnussen. Ja, dat kan er nog wel fout gaan, hè? Denk je echt dat het fout gaat? Of denk je, zoals gisteren, dat Schumacher denkt, nou, dat horen we wel nou. Hij zei toch ook na de race van een beetje een sneer uitgedeeld van, goh, ja, ik had niet in het gevecht hoeven zijn met Hamilton als ik gewoon voorbij Magnussen had gekut, zeg maar. Dus ja, een beetje olie op het vuur. Best of the rest, Brian? Best of the rest. Dan... Denk ik Perez, maar ja, dat, kun je dat best of the rest noemen. Russell toch? Ocon, toch? Russell, denk ik ook. Ocon ook op 6, toch? Ja. In mijn hoofd, 6e. Ja, dat is ook wel netjes, ja. Klopt. Is goed, een keer voor Alonso ook weer, dat is ook wel even geleden, geloof ik. En Russell dan? Gisteren 4e. Wordt toch nog steeds wel bij de top 3 teams? Of? Ja, het is een beetje no man's land, hè? Op het moment Mercedes zit er gewoon net tussenin. Ja. Ja. Plek 5 en 6 is eigenlijk, ja. Ja, dat is een beetje het doel, om dat gat gewoon wat te dichten. Dat is nu een beetje om nog wat meer mee te kunnen doen op het podium. Dus als je ziet waar ze moeten zijn, dan pakken ze hem wel, hè? Dus dat vind ik wel mooi om te zien. Dus ik hoop dat zij ook wel wat kunnen laten zien. Ze hadden natuurlijk met de crash, die auto moest opnieuw opgebouwd worden. Ja. Dan kun je hem nog niet helemaal lekker afstellen, want je hebt maar één vrije training gehad. Nieuw chassis. Ja, ze zijn natuurlijk super betrouwbaar, hè, de Mercedes. Dus, ja, ze zijn heel constant. Ze zijn heel constant. Ze finishen bijna altijd. Ja.
Behalve vorige race dan... Ja, maar dat was een crash met Rusland. Dat was een crash, dus ja, daar kun je in principe niks aan doen. Maar op betrouwbaarheid van de motor komen ze altijd over de streep. Ja, en als Ferrari of Red Bull dan een keer pech heeft, dan staan ze er gewoon. En dat, ja, dat brengt ze gewoon het maximaal haalbare op dit moment, denk ik. Ja. Rondje top 3, Brian, bij jou? Ja, ik denk Verstappen gaat winnen. En de Ferrari's erachter, ja, dat valt dan te bezien hoe ze... Wie het beste in vorm is vandaag. Ja, makkelijke keuze. Maar ik heb vorige keer gezegd dat Alonso zou winnen. Dus ik zal nu maar even wat veiligers zeggen. Heel goed. Leclerc tweede en Sainz derde, denk ik. Remy? Nou, ik hoop Leclerc eerste. Verstappen tweede en Sainz derde. Dat is ook leuk voor het kampioenschap. En weet je, dan kunnen ze weer punten inlopen bij Ferrari. Ja, ik heb hem al gezegd. Jij denkt ook gewoon... Verstappen. Ze samenwerken, de Ferraris, dan kunnen ze het moeilijk maken voor Max. Maar, jullie verwachten allemaal geen iets? Nee. Jullie verwachten dat die gekke Italianen gewoon wel... Oké, het komt allemaal goed. Ja. Ja, de Ferrari was wel heel goed aan het einde van de race gisteren. Ja. Dus weet je... Is het houdbaar, weet ik niet. Zeg maar. Ja, goed. Er gaat toch wel weer wat fout bij Ferrari. Dus ja, Verstappen, Verstappen, Sainz, Leclerc, denk ik. En het is lastig inhalen, dat Red Bull. Ze hebben veel topsnelheid. Ja, dus de natuur is één, de voorbij is twee. Ja, Max rijdt toch een beetje in league of his own op dit moment, heb ik het idee. Dus, volgens mij ging hij ook van zijn gas af later rondes. Ja. Dat had een voorsprong 3 seconden. Ja, dat hoeft ook niet meer. Zeg maar. Nee. Lekker cruisen. Ruimelijk rijdt. Ik zit even te kijken, maar ik denk dat Perez ook nog wel een leuke ommars gaat maken. Ik denk dat die Italiaan... Nee, niet Perez. Zo makkelijk komen we niet vanaf. Nee. Ik denk Verstappen, Leclerc en Perez. Ik denk dat er toch weer iets misgaat bij Sainz. Perez voorbij Russell. En... Ja, dat zijn de grindbakken voor Sainz. Ja, dus ik verwacht dat daar ook gewoon... Ik denk dat Perez, die zit er gewoon lekker in. Gisteren liet hij echt zien dat hij goed kon rijden. Dus ik verwacht dat we wel iets leuks van hem gaan zien vandaag. Heren, ik wil je weer bedanken voor een geweldige editie van Goedemorgen GP-fans. Dat was hem dan weer. Goedemorgen GP-fans van deze week. Vanmiddag is het dus tijd voor de Grand Prix van Oostenrijk met Max Verstappen op pole position. Niks missen van het allerlaatste Formule 1 nieuws. Abonneer je dan op dit kanaal of download de GP-fans app. En dan zien jullie vanavond weer hier op dit kanaal met een gloednieuwe GP-fans Race Day. Tot dan. Hoi.